Ik sta vandaag aan kant 2, dat is een bepaald deel van de gang. We hebben 3 kanten. En zoals je ziet is dat hier een hele constructie. Alles wat wij nodig hebben, hebben we hier eigenlijk bij de hand. Hierachter zitten allemaal bakjes, zoals deze hier, met de namen van de patiënten op en de medicatie die ze nodig hebben. Hier is eigenlijk het deel waar het verpleegkundige echt wel aan bod komt. En wat dat wel belangrijk is, dat wij ons hoofd er eigenlijk bij houden. Ik ga jullie ook nog even nog een belangrijk onderdeel laten zien. Dat is namelijk de pickingkast. Dat is deze kast dat je ziet. Dat is eigenlijk een kast waar ook alle medicatie staat en die pikken wij dan voor de ochtend, de avond, de nacht, zodanig dat wij voort kunnen voor onze medicatie. Zoals jullie zien ben ik ook heel goed voorbereid op mijn stage. De technieken dat ik al ken, mijn gezondheidsfiche en natuurlijk het belangrijkste, de evaluatiefiches. Hier schrijf ik elke dag op wat ik heb gedaan, hoe dat mijn dag is geweest. En soms vraag ik dan aan de verpleging om nog iets in te vullen over mij, omdat ik dan weet waar ik aan kan werken. Ik ga jullie nog kort een rondleiding geven in een van onze belangrijke ruimtes. Dit is de ruimte, onze voorraadkamer, waar wij allemaal spullen hebben staan die wij nodig zouden kunnen hebben tijdens de ochtendzorgen. Om te beginnen hebben wij hier een hele afdeling, zeg maar, voor infusen, bloednames, labo's te nemen, noem maar op. Verder ook nog andere staaltjes, urinestaaltjes, stoelgangstaaltjes. Wondstalen kunnen wij hier ook allemaal nemen. Verder allemaal verbandmateriaal, zoals dat je ziet, verschillende soorten materiaal. Het belangrijkste misschien bij deze afdeling zijn de pechzondetjes. Dat zijn zondes waar dat mensen voeding langs krijgen. Dat zit in de buik. Dat is een heel aparte sectie. Dat zijn allemaal paarse dienstjes, zoals dat je ziet. Zodanig dat wij weten wat dat eigenlijk samenhoort. Zelfs paarse spuiten, zoals dat je ziet. En misschien ook wel tof om te vermelden. Mijn bachelorproef gaat over het wassen van de mensen met water en zeep. En de alternatieven dat er bestaan. En die bestaan er. De swaswashandjes. Dat is ook een hele goede uitvinding geweest. Dat zijn washandjes dat wij in de microgolf steken. En dan kunnen wij de mensen daarmee wassen. Dat is heel efficiënt. Dat heeft niet zoveel tijd nodig. Maar de mensen zijn er wel even goed mee gewassen. Dus dat is wel een hele goede als het heel druk is op de afdeling. En verder, ja, onze voorraad met bieken natuurlijk. Niet te vergeten, want een biek zijn altijd kwijt.